The Fresh Connection is een supply chain simulatiespel waar veel grote bedrijven jaarlijks aan meedoen. Als sponsor van The Fresh Connection organiseerde de SI-groep op donderdag 18 april één van de landelijke voorrondes. Tijdens deze voorrondedag moesten de deelnemende teams zich kwalificeren voor de nationale competitie. Na de kick-off en de centrale votingsessie gingen de teams aan de slag met het fictieve bedrijf dat centraal staat binnen de game, The Fresh Connection. Het is een management game waarin je een virtueel bedrijf, The Fresh Connection, een producent van vruchtensappen, meer winstgevend moet maken. En dat doe je door met een team van 4 personen, vervul je de taak van management team. Ja, het doel is eigenlijk tweeledig. Enerzijds beter begrijpen hoe zo'n value chain, zo'n supply chain nou in elkaar zit. Welke trade-offs er allemaal zijn, welke beslissingen je neemt, welke impact ze op elkaar hebben. En een ander doel is ook om als team, als management team met verschillende rollen, de juiste beslissingen te nemen. Dus met name het ervaren van de impact van beslissingen is heel erg belangrijk. En ook dat je een strategie moet hebben, een overall strategie om de juiste beslissingen te kunnen nemen. En dat mensen ook moeten samenwerken. Dat ze daar ook een manier voor moeten vinden. Dus het is inhoudelijk, leren mensen veel daarvan, maar zeker ook samenwerken, strategie in actie, strategy into action brengen, dat soort elementen. Dat is heel belangrijk. Alle teams hebben aangetoond dat zij beschikken over de juiste competenties om verbeteringen in de supply chain door te voeren. Na 3 rondes scoorden alle teams een positieve ROI, waarmee ze zich hebben gekwalificeerd voor de volgende fase van The Fresh Connection.